Welkom bij Bordspeljargon 101. Vandaag leggen we uit wat een point salad game is. Er zijn heel veel begrippen in de bordspelwereld die misschien niet helemaal duidelijk zijn als je voor het eerst in deze wereld stapt. En een van die begrippen is een point salad game. Niet te verwarren met het spel point salad. Nee. Want dat is geen point salad voor het gemak. Ja, althans. Dat vinden wij. Dat vinden wij. Want je kunt het hier natuurlijk niet mee eens. En je kunt zeggen, point salad is wel een point salad. Het is sowieso een point salad, maar is het een point salad? Inderdaad. Wat is nou een point salad game? Nou, het is dus een beetje vaag en de meningen verschillen erover. Wij vinden Maracaibo en Tekken nu een point salad game, omdat je op heel veel verschillende manieren punten kan scoren. Ja, en dan bedoelen we dus niet zoals bij Carcassonne. Je zet een poppetje neer en je scoort punten. En je zet een poppetje op een andere plek en je scoort punten. Want dat is in principe allemaal hetzelfde. Nee, een point salad game scoort punten op verschillende manieren. Dus voor je kaarten, voor een bord. Wat voor manier heb je nog meer? Op een spoor vooruit gaan. Je kunt voor gebouwen bouwen. Bijvoorbeeld in Maracaibo kun je je schip upgraden, ja, waar je punten voor krijgt. Maar je kunt ook kaarten bouwen waar je punten voor krijgt. Je kunt op een spoor vooruit gaan. Door gevechten kun je punten scoren. Eigenlijk als je even in het boekje moet kijken om te kijken waar je ook alweer allemaal punten voor krijgt, dan zit je denk ik in de goede richting of je een point salad hebt. En dat zorgt voor, althans, dat is de bedoeling, voor heel veel verschillende tactieken. Het idee is dat het mooi in balans is, dus dat je heel veel verschillende manieren kan uitproberen en dat je elk potje een andere tactiek hebt. Ja, ik ben ook gek op point salads. Absoluut, maar het is wel iets waar je even, tenminste meestal, de tijd voor moet nemen. Zeker. Omdat er zoveel tactieken zijn, zijn er ook behoorlijk wat regels. Maar als je dus even in een regelboek moet duiken, omdat je allemaal verschillende manieren op moet zoeken, dan heb je waarschijnlijk een point salad in je hand.